Snelders. Voor Van Kerkhoven. 7 minuten zijn we ver. Nico Van Kerkhoven in de 16. Geen penalty. Protest bij Liese. Protest voor een vermeende fout van Nordin Hamek. Maar tegenactie. Met een gonge naar de Tollenaren. Die kan niet bij de bal. Ging er naartoe, maar raakte de bal niet. En daarmee, na een vermeende penaltyfout, een actie van Harelbeke. Maar het blijft 0-0. Kijk u nog maar eens. Ja, Van Kerkhoven liep zich eigenlijk vast. Rijschop Liersen. Yves Erneels met een hoge bal weggekopt door Rijn van Aasbroek. In de voeten van Koen Sanders. Rekdaal voor Raf Pauwels. Raf Pauwels. En hij tikt hem in de handen van Ivan de Wilde. De beste kans in de match. 13 minuten ver. Raf Pauwels mist ze. Frunza naar Sanders. Krijgt ze inworp terug. Het hoofd van Van Tighem. Ja, dat scheelde niet echt veel. Goeie kopslag van Jantje Van Tighem. Overgekomen van Club Brugge. En hij toont dat Harelbeke niet echt onder ligt bij Liersen. Het Europese Liersen. Nog eens die kopslag. Niet zo ver naast. Bijna halfweg de eerste helft. En Harelbeke doet het behoorlijk in zijn eerste match. In eerste. Hamek. Ekmerk. Bal kwijtgespeeld. En dan een bal van Chetu Rekdaal voor Dirk Huismans. In het centrum wacht Karel Snoeks. Huismans blijft aan de bal. Dit is Raf Pauwels. Chetu Rekdaal. Maar dan wordt het moeilijk. Dan lopen ze zich vast. Rekdaal haalt toch nog uit. Zeven van die van de Wilde. Chetu Rekdaal. We hadden hem nog niet echt ver gezien. Maar dit was een knap schot. Maar een al even knappe save van Ivan de Wilde. De Tollenaren. Van Tighem. Ja, bij Liersen bleven ze een beetje staan. Hamek in het centrum. Sanders die geregeld mee opduikt. Naar een Gonge. Hoofd er tegen. Ja, dat scheelde weinig. Felix en Gonge. Nieuwe kans voor Harelbeke dat erg goed blijft meedoen. Serneels. Snelders. Liersen gaat in de laatste 10 minuten van die eerste helft nog wat drukken. Chetel Rekdaal. Van Kerkhoven loopt zich vrij. Daar gaat het naartoe. Nico Van Kerkhoven. Hij trachtte die bal te stichten over Ivan de Wilde. Maar die was slimmer, had het goed bekeken en pakte het leerklem vast. Minder dan 5 minuten nog te gaan. Hè. Die Snelders, bal voor Raf Pauwels. In de greep van Patrice Zer, de Fransman. Huismans met Hamek bij zich. Rekdaal op schot. Rakelings over. Klapschot van Chetel Rekdaal. Hier nog eens de paas van Dirk Huismans. En dan Rekdaal in één tijd. Ja, een half metertje over het doel van Ivan de Wilde. We beginnen aan de tweede helft met deze jonge Braziliaan, De Souza Santana. Hij neemt de plaats in van Raf Pauwels. Serneels. Snelders. Oeh, in de voeten van Felix Ngonge. De mogelijkheid voor Harelbeke op 0-1. Ngonge, wat doet hij? In twee keer misschien? Nee. De Tollenaren dan. En die schiet naast. Wat een kans voor Racing Harelbeke met deze Felix Ngonge na het dombalverlies van Eddy Snelders. Hier is het kwaad al geschiet. Ngonge door. Mampai heeft hem maar half. Hij heeft hem eigenlijk niet. En dan de rebound voor Joris de Tollenaren in één tijd. Ja, onbesuist. Het gemis aan die eerste klaservaring allicht. Bal naast het doel. Wegkans. 1 minuut gespeeld in de tweede helft. Ja, er zit vaart in die tweede helft. Brokke. De Souza met Van Azenbroek. Die is 2 koppen groter. Rekdaal, Van Kerkhoven. De Souza in het centrum. De Souza naast. Eerste goede mogelijkheid voor Liersen na de rust. Na die geweldige kans voor de Tollenaren en Ngonge. Nu Liersen. Maar voorlopig nog geen goal in deze partij. Het blijft dus 0-0. Frunza. De vier achteraan. Kijk maar die balvaardige Roemeen. Mooie bal voor de Tollenaren. De Tollenaren. Een overtreding zegt Savo. Een penalty. Penalty voor Harelbeke. Na een duwfout van Yves Erneels op Joris de Tollenaren. Hier nog de Tollenaren door. En dan Yves Erneels. Is niet heel duidelijk van hier. Maar ik denk dat Chavot bij het rechte eind heeft. Er is ook niet echt veel protest. Achter de bal Felix Ngonge.
zorgt hij voor het eerste doelpunt van Harold Beke in de hoogste klasse. Vanop de 11 meter stip. Oog in oog met Chris Mampai. Felix Ngonge, daar gaat hij. Ja, en via de handen van Mambe gaat hij binnen. En 0-1 voor Harold Beke. 8 minuten ver in de tweede helft. Felix Ngonge, dat straks een geweldige kans gemist. Maar nu dolgelukkig. En dat hij deze penalty benutte. De Neo eerste klasser staat 0-1 voor bij het Europese Lierse. Dankzij deze hinkende Felix Ngonge. Vrijschop Lierse intussen. Doorgekopt van Kerkhoven, de Souza en Huismans. Naast. Bovri. Het hoofd van de Smet, de borst van Kerkhoven, die legt terug in de verkeerde voeten. Ja, zo kan je natuurlijk niet gelijk maken. Tegenstoot Harelbeke. Met de Tollenaren. Kijk maar hoe snel die is, de Tollenaren in het centrum Couvreur, de voorzet, Mampai moet hem laten buiten gaan. Maar een prima tegenstoot van Harold Beke na die misser van Nico van Kerkhoven. 13 minuten nog. Hein! Eruit, godverdomme man! Couvreur. Die houdt de bal binnen voor zich. Cerneels, Akwegbu, bal naast. Ja, nog eens een kans voor Harold Beke dat gevaarlijk blijft op die counter. Henk Houwaard, erg dicht bij de sensatie van de eerste speeldag met zijn club Harold Beke. Gaan winnen op Lierse. Het is bijna voor elkaar. Een kopslag nog, maar die bal rolt buiten. De kopslag was van Francis Couvreur. Mampai mag nog een doeltrap nemen. Maar het publiek, het Harold Beekse publiek, begint te fluiten dat het tijd is. En nu fluit Marcel Javot af. Kijk maar de vreugde bij Harold Beke. 0-1 winst. Verdiende zegen. Niet echt heel veel kansen gehad, maar puik gespeeld. En Lierse, het Europese Lierse, heeft allicht nog veel werk voor de boeg. Harelbeke wint met 0-1 bij Lierse. Een penalty goal van Ngonge.